Ik ben Rico Nieuwhuizen, eigenaar van Rico Moda in Goes. Met een fysieke winkel in de exclusieve herenmode en ook een online webshop. Ik ben ondernemer sinds 2006, dus dat is inmiddels 16 jaar. Wij zijn gehackt in april 2021. Op een maandagmorgen werd ik door mijn e-commerce manager gebeld met lichte paniek. Ik denk dat we gehackt zijn, want ik kan niet op onze NAS-server meer inloggen. Alle bestanden die op onze NAS-server stonden waren versleuteld, dus we konden niet meer bij onze gegevens. Er zat nog een klein mapje op de NAS wat wel beschikbaar was. En daar stonden de instructies en het geëiste bitcoinbedrag. De hackers eisten een bitcoinbedrag, omgerekend een kleine 500 euro. Wij hebben daar toch aan meegewerkt, omdat 500 euro is een relatief klein bedrag ten opzichte van de gegevens die gehackt zijn. Dus je bent dan toch eigenlijk wel bereid om een poging te wagen om met 500 euro de gegevens terug te krijgen. Dat is helaas niet gelukt, zelfs met twee pogingen. Gelukkig hadden wij een verzekering, een cyberverzekering. De gegevens konden hier op locatie niet teruggehaald worden. Ze hebben de NAS toen meegenomen naar hun bedrijf. En daar hebben ze echt wel een week gesleuteld. En toen hebben ze wel een deel terug kunnen halen. Alleen dat was toen niet meer netjes in mapjes opgeslagen, maar dat was een hooiberg van databestanden. Dus achteraf gezien hadden we er eigenlijk niet veel meer aan. De tip die ik zou meegeven aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is: blijf alert. Denk niet van dit gaat mij niet overkomen, want iedereen gaat het nog een keer meemaken, daar ben ik van overtuigd. Dus zorg dat alle systemen op orde zijn, dat je personeel op de hoogte is van wat ze moeten doen of vooral wat ze niet moeten doen. En zorg dat je een backup hebt of in ieder geval experts aan boord hebt, mocht het zover zijn dat je wel hulp in je omgeving hebt. Nou Joost, je hoort het. Rico in Goes waarschuwt ondernemers dat ze niet te licht moeten denken over cybersecurity. Een hack kan iedereen overkomen. Wat kun je als winkelier doen om jouw onderneming zo goed mogelijk te beveiligen? Ja, dat is maar één ding. Doen. Ga niet wachten. Ga niet achterover hangen. Onderneem actie. Elk bedrijf, dat heeft gewoon waarde. En dat willen ze gaan verstoren uit, misschien wel omdat ze het leuk vinden, omdat ze jouw bedrijfsprocessen echt willen verstoren, omdat ze geld van je willen afpakken. Dus ga niet achterover hangen, pak de koe bij de horens en ga doen. Misschien ben je zelf niet de expert. Je zet zelf thuis ook de sloten niet in de deur. Daar vraag je ook om hulp, daar vraag je ook om expertise. Vraag hier ook om die expertise. En zorg ervoor dat jou dat niet overkomt wat bij Rico is gebeurd.